Dit is Stembureau Heusden. Het draait om de verkiezing van de politieke partij. Deze week de partij Heusden Transparant. Goedemorgen luisteraars, u hoorde Bram Vermeulen met het nummer Politiek. Natuurlijk niet zomaar gekozen, want wij zijn vandaag toe aan aflevering 2 van Stembureau Heusden. In dit programma treden we wekelijks in gesprek met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15, 16 maart aanstaande. De combinatie GroenLinks, PvdA beet vorige week de spits af en vandaag mogen wij Jan Kleijan van Heusden Transparant verwelkomen. Hij vervangt lijsttrekker Louise van der Heijden, die in thuisquarantaine zit en die wij vanaf deze plaats van harte beterschap wensen. Jan zag het levenslicht in de eerste helft van de jaren 50, was jarenlang voorzitter van de Algemene Christelijke Organisatie van Militairen, was en of is actief in tal van maatschappelijke organisaties, is ridder in de Orde van Oranje Nassau en bezorgde recentelijk nog een wethouder de schrik van zijn leven door met een motie van wantrouwen te komen. Wij komen in deze uitzending ook te weten van wat voor soort muziek Jan houdt. U weet dat HTR staat voor Heusdense Televisie en Radio. Mocht u denken dat het vandaag eenmalig staat voor Heusden Transparant, dan laat ik dat graag aan u over. Uw presentator is uiteraard objectief, maar vandaag bieden wij Heusden Transparant een platform aan waarin u als luisteraar kunt bepalen of de standpunten en ideeën wellicht aansluiten bij wat u belangrijk vindt. Ik kreeg na het lezen van talloze artikelen over Jan de indruk van iemand met een sterk rechtvaardigheidsgevoel, een klein hartje, een luis in de pels, iemand van de procedures. Ik wil graag weten of deze indrukken kloppen en daarom Jan, van harte welkom. Fijn dat je hier bent en dat je onze uitnodiging hebt aanvaard. Wat vind je handig om hier als introductie nog aan toe te voegen, Jan? Eigenlijk nee, van de procedures wat minder als dat denk ik ogenschijnlijk lijkt, ook pragmatisch. Ja. Maar regeltjes zijn wel regeltjes en natuurlijk gebruik je regeltjes als jou daar zelf dat het beste uitkomt. Ja, precies. Zo zit de wereld in elkaar. Heusden Transparant, Jan Kleijan, hoe zien jouw partijgenoten, wat zijn jouw sterke kwaliteiten, op wat kan men bij jou een beroep doen als men iets wil weten of iets uitgezocht wil hebben? Oh, dat vind ik eigenlijk een rotvraag, iets over jezelf roepen wat je kwaliteiten zijn. Mijn kwaliteiten zijn niet anders dan van ieder ander. Ieder heeft zijn unieke dingen. Maar ik kan het opbrengen om ongeveer alles te lezen wat te maken heeft met politieke vraagstukken. Ik snap het, maar de een voelt zich bijvoorbeeld bij financiën als een vis in het water. Ja. En de ander is meer juridisch onderlegd. Een derde gaat over de communicatie. Nee, ik heb een juridische en bestuurlijke achtergrond. Maar ik kan mij ook vreselijk druk maken over woningbouw. Sociaal-maatschappelijke dingen ook. Dat beweegt me ook wel, maar... Ja, meer generalist, zeg maar zo. Oké, dan zal ik de vraag herformuleren. Als ik het aan Louise zou vragen, wat zou zij dan denk je zeggen van waar kunnen wij Jan met name voor inschakelen? Zegt ze alles. Alles, oké. Kijk, manisje van alles, dat is mooi. Zeg, nou ben ik zelf een Bossenaar en dat geeft niet, dat komt goed, daar word ik voor behandeld enzovoort. Maar even zonder gekheid, als buitenstaander of als inwoner van Heusden, dan heb je bijvoorbeeld Heusden 1, Heusden Verbind, Heusden Transparant. Wat doen jullie om zeg maar door de Heusdense politieke bomen nog steeds het transparante bos te kunnen blijven zien? Nou, de naam transparant is eigenlijk ontstaan uit het feit dat meer dan tegenwoordig, gelukkig, heel veel altijd in het kader van vertrouwelijkheid werd behandeld. En het regende jaarlijks van stukken die vertrouwelijk ter inzage werden gelegd. Gebeurt nog heel veel, nog te veel vinden wij. Maar die werden vertrouwelijk ter inzage gelegd en dan krijg je van die vergaderingen, dan wel informatievergaderingen of raadsvergaderingen, waar over bepaalde dingen niets gezegd wordt of mag worden gezegd, omdat dat vertrouwelijke informatie is. En soms is dat heel erg gerechtvaardigd, denk ik, dat dat moet. Maar wij vonden toen dat het veel en veel te veel was. En het is inderdaad tegenwoordig ook een stuk minder, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar je wordt eronder bedolven, nog steeds. En dan denken jullie dat de naam transparant duidelijk genoeg is om de concurrentie, dat bij de kiezers niet voor verwarring zorgt. Niet alleen in dat, het gaat ook over glasheldere standpunten. Als iets wit is, is het voor ons ook wel wit met misschien een lichte tint, crèmekleurig. Maar wit is bij ons niet grijs.
Zo simpel is het. En dat zeggen we dan ook gewoon. En als we een opvatting hebben, zeggen we het ook. En of andere mensen dat niet leuk vinden. Het is nooit kwetsend bedoeld. En als we kwetsend overkomt, vinden we het heel erg jammer. Maar we zeggen wel waar het op staat. Leuk of niet leuk. Oké, beste luisteraars van het programma Stembureau Heusden. Dit was dus de introductie tussen nu en de klok van 12 uur. Is Jan van Heusden Transparant onze hoofdgast. Ik wil nu alvast, voordat ik het straks vergeet, de technicus Leo van Gerven hartelijk danken. En die heeft ook de toestemming als hij interessante dingen hoort waar hij zich mee wil bemoeien. Graag zelfs. Het is een live uitzending. Het kan alle kanten op gaan. Jan, wij vragen al onze hoofdgasten om een muziek mee te nemen die hen op wat voor manier dan ook aanspreekt of aangesproken heeft. Jij hebt een hele mooie lijst opgestuurd, vind ik. En wij beginnen met een plaat uit de jaren 60. Bob Dylan and the Times They Are Changing. Waarom heb je voor dat nummer gekozen, Jan? Nou ja, eigenlijk om de titel. Kijk, als je wat ouder bent, dan kijk je terug en dan zie je dat er is geen moment hetzelfde. In het hele leven niet, politiek niet, maakt allemaal niet uit. En je kunt zeggen van nou, de tijden veranderen. Ja, het is een tijdloos nummer eigenlijk in die context. Dat vandaag is vandaag en morgen is morgen. Oké, we gaan luisteren naar deze eerste muzikale bijdrage. They Are Changing. U hoorde het onsterfelijke geluid van Bob Dylan. Inmiddels heeft hij ook de respectabele leeftijd van 80 jaar bereikt. De eerste keus van Jan Kleijan bij ons te gast, de vertegenwoordiger van Heusden Transparant, tussen nu en de klok van 12 uur in het programma Stembureau Heusden. Jan, heb jij ook wel eens de indruk, maar de vraag stellen is hem misschien ook al beantwoorden, dat het laatste decennium de tijden misschien wel wat meer aan het veranderen zijn dan toen dit een hit was en toen jij een beginnend puber was? Ja, dat klopt wel. Ja, tenminste, ik heb zelf ook de indruk dat de overgang van de ene fase naar de andere fase in het verleden wat meer tijd besloeg dan tegenwoordig. Je moet als wat ouder iemand, laat ik het dan zomaar heel vriendelijk proberen te zeggen, wel heel goed opletten om het überhaupt nog bij te kunnen houden als je dat kunt. Zeker als het gaat over digitalisering en zo en dat soort dingen. Ja, voor sommige mensen ook niet meer te volgen. Dus in die zin, en het zal niet stoppen hiermee, het zal alleen nog maar sneller en vlugger en veel globaler gaan. Beangstig je dat wel eens? Zelf heb ik er nog niet zoveel last van, maar ik heb wel. Ik vind het wel sneu voor oudere mensen. Onder laatste praktijkvoorbeeld geweest, krijgt iemand een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale vragenronde. En die belt op en die zegt van ja, sorry, maar ik heb geen computer. Ah, mevrouw, dan halen we u wel van de lijst. Oké, dat is ook een antwoord. Ja. Dat is ook een antwoord, alleen dan sluit je impliciet ook meteen mensen uit. Ja, en dat kan nooit de bedoeling zijn van digitalisering. Nee, je merkt er alle kleine dingen. Ik bedoel, mijn moeder is 88 en die krijgt dan inderdaad het bericht dat handgeschreven overschrijvingen, ja, die bestaan niet meer of je moet ervoor gaan betalen. Maar goed, dit zijn dingen waar we wellicht straks op terugkomen. Eerst eventjes naar de grote lijnen weer, want vorige week waren hier vertegenwoordigers van Partij van de Arbeid en GroenLinks. En net zoals jij straks een vraag gaat stellen voor de gast van volgende week, hebben de gasten van vorige week, die hadden ook een vraag voor jou, Jan. Komt die aan? Een vraag van mij, Ronald Heesbeen, GroenLinks, PvdA Heusden, aan jou. Jouw partij heet Heusden Transparant en dat heeft me altijd een beetje verwonderd. Waarom noemen jullie jezelf transparant? Dat suggereert een beetje alsof de gemeente of andere partijen dat niet zijn. En volgens mij kunnen we alle informatie vinden, kunnen we als raad 1001 vragen stellen. En is er heel veel openbare informatie in Nederland. Dan hebben we ook nog de wet openbaarheid van bestuur. En is transparantie nou het enige waar jullie partij zich op voor laat staan? Want er is nog zoveel meer te winnen in de politiek, denk ik dan. Nou, Jan. Nou, transparantie voor een deel. Ik deel zijn opvatting niet altijd dat alles transparant is. Het gaat tegenwoordig wat beter, maar toch enkele jaren geleden werd alles onder de noemer vertrouwelijkheid weggestopt voor de rest van de bevolking van de gemeente Heusden. En transparant is niet alleen dat je overal kennis van kunt nemen. Het is ook glashelder uitkomen voor je standpunten en niet zo omvloers praten zoals sommige collega's in de raad wel doen. Als iets wit is, is het wit en niet zwart of grijs of welke tint dan ook. En daar hebben veel partijen, en meneer Heesbeen kan zich dat ook wel eens aantrekken, die hebben daar wel eens last van dat ze iets omvloers proberen te zeggen. En dat doen wij, dat zouden wij alleen doen als het kwetsend kan zijn voor iemand. Maar als het politiek is, puur politiek, kun je niet helder en duidelijk genoeg te zijn om je standpunt kenbaar te maken. Daar hebben de mensen behoefte aan. Ja, als je dat zo stelt, daar is inderdaad geen spel tussen te krijgen. Jan, ik zit eventjes probeer me een beetje het vrije spel der krachten voor te stellen. Als ik denk, in mijn introductie had ik het over die motie van wantrouwen naar een wethouder toe. Ik las in het bericht dat die motie verder door geen enkele partij is ondersteund. Loop je niet het risico dat wanneer je
het zijn mijn woorden, maar vooral tegen dingen aanschopt, dat je ook mensen tegen je in het harnas kunt jagen daardoor, door die attitude. Misschien dat ik mensen binnen de raad tegen me in het, of dat wij die tegen ons in het harnas jagen. Nou ja, daar liggen we geen twee tellen wakker van. Die indruk wij, had ik al. Wij zitten daar niet voor onszelf. Nee. Wij zitten daar en kijk, het heeft ook een inleiding. Hè? In de eerste termijn hebben wij gesteld dat mensen zich niet serieus genomen voelen. En dan praat ik bijvoorbeeld over de mensen in Elschoten rond die kippenboer, waarvan de wethouder in 2018 een monitorsysteem beloofde, wat anno 2022 er nog steeds niet is. De mensen in de Ooster die al jaren klagen over bermen. De wethouder zegt toe, voor de zomer is het geregeld. Het is nu januari het jaar erop en het is nog een grote geitenbende. De mensen in de Vlaamse Hoeven voelen zich volstrekt niet serieus genomen als het gaat over meetresultaten. En we hebben gezegd van, college, wat gaat u daaraan doen? Hoe wilt u met ons het vertrouwen versterken? En daar wordt dan in de tweede termijn volstrekt door niemand op gereageerd. Ook niet door het college. Nou ja, prima. Als je het wilt, kun je hem dan krijgen midden tussen je ogen. En dan doen we het gewoon met een motie van wantrouwen. En de reactie daarop, ja, ik vind het fantastisch. Wij liggen daar geen moment wakker van. De mensen waarderen het wel dat je gewoon eerlijk bent en zegt wat je vindt. En niet om de hete brei heen draaien. Nee, en dus behalve dat je inderdaad maar wat roept, heb je ook voldoende illustraties om je woorden kracht bij te zetten. Los van dat, maar je nodigt ze uit om te reageren. Want later heeft natuurlijk wel iemand gezegd van, ja, maar dat zagen we niet aankomen. Ik zeg, als je gewoon had gezegd, meneer Kleijan, wij gaan samen met Heuze Transparant en alle partijen iets doen dat het vertrouwen van de inwoner van de gemeente stijgt in de politiek, waren wij uitgepraat geweest, hadden we helemaal niks meer te vertellen. Maar dat doen ze niet. Nou, dan krijg je het. Zo simpel is het, hè. Oké, dit gaat absoluut vervolgd worden in deze uitzending. Maar we gaan ook muzikaal verder. Iets heel anders. En ook twee decennia later schat ik ongeveer Sting met Fields of Gold. Waarom deze keuze? Nou, er is maar één associatie mee. Ik ben op jongere leeftijd, 5 jaar oud, naar Brabant gekomen vanuit het noorden van het land. En toen woonde ik in een straat. Dat was toen nog de buitenrand van Drunen. En als ik de straat overstak en het pad inliep zo richting spoorlijn, die toen ook nog gebruikt werd, dan waren links en van mij allemaal korenvelden. En in de zomermaanden waren dat voor mij, als ik dan zo terugkijk, eigenlijk de gouden velden. Waar je dat graan zag bewegen in de wind. En dat is de associatie die ik heb met dit nummer. Wat een mooi beeld. Hier is Sting. HTR. Dit is Stembureau Heusden. De tweede muzikale bijdrage hoorde u die Jan Kleijan gekozen heeft. Fields of Gold van Sting. Met een hele mooie verklaring kijkend naar de graanvelden in de jeugd. En daar heeft hij herinneringen aan. Wij gaan natuurlijk steeds meer inzoomen van algemeen naar bijzonder. Wij komen uiteraard bij de lokale politiek terecht. Maar ik hoor Waterval Jan, hoor ik al een aantal dingen zeggen waarvan ik denk, nou, hij zit op de juiste plaats. Maar hoe ben je zo de politiek ingerold? Jan. Ja, ik ben in 1983 terug in Vlijmen komen wonen. Mijn vrouw is een echte Vlijmense. Mm-hmm. En die vond na 7 jaar Hilversum vond ze het wel welletjes daar in het buitenland. En die wilde terug. En dat ging in die tijd nog redelijk makkelijk als militair ambtenaar. Want je zei gewoon van luister, om die en die reden wil ik terug. En dan werd er voor jou een woning geregeld. En ik kon op Gilserijen gaan werken. Zo simpel was het. En ja, dan moet je s'avonds wel wat dingen anders dan televisie kijken. Toen ben ik de lokale politiek in Vlijmen gaan volgen. Dus hier nog in het oude gemeentehuis boven in de zaal. Heel gezellig, na een begrotingsbehandeling werden de worstenbroodjes uitgedeeld. Een borreltje drinken bij Prinsen. En zo is dat gaandeweg gekomen met echt prachtige figuren in die tijd. De opa van Louise die in de raad zat. Tienes van Bartje, de boer die maar gewoon zei waar het op stond. Uh-huh. Ik probeer hem af en toe te imiteren, maar dat lukt me eigenlijk nooit. Maar die zei ook gewoon, leuternie, zo is het afgelopen. En zo is dat gaandeweg ontwikkeld. En in 2002 ben ik voorzitter geworden van een andere, nu nog actief, van Heusden 1. Uh-huh. En dat is doorgelopen tot ergens medio 2011. En toen is er een bestuursconflict ontstaan. En toen ben ik met Frans, of is Frans Heusden Transparant begonnen en ben ik daarbij aangesloten, later Louise en Patrick ook. Is dat dan toeval? Dingen lopen zoals ze lopen? Of kun je zeggen, van, is het ook een bewuste keuze om niet voor een partij te kiezen die ook landelijk actief is?
Ja, dat is dan wel het... Ja, nee, dat is, op zich is dat eigenlijk raar. Want landelijk zat ik dus wel in de fractiebegeleidingscommissie Defensie van het CDA. Ja. Maar lokaal trok mij dat niet zo. En dat had meer te maken met de personen die op dat moment voor het CDA actief waren in de gemeente Heusden. Want het was toen inmiddels gemeente Heusden. Als dat het met standpunten had. Want op een aantal punten liggen onze standpunten niet zo ver af van de doorsnee. Mm-hmm. Gewoon gematigde partij. Maar dat is dan zo gegroeid. En en dingen lopen zo. En soms zijn dingen achteraf eigenlijk heel moeilijk te verklaren waarom je het wel of niet gedaan hebt. Zo simpel is het ook, hè? Nee, zo hoorde ik van de week dat. Want het biedt ook, denk ik, ook voordelen wanneer je lid bent van een lokale partij. Want bijvoorbeeld de SP, die mag niet in iedere gemeente met een andere politieke partij samenwerken, omdat dat van hoge rand verboden wordt. Nou, dat gedoe hebben jullie dus niet. Nee. En het is heel simpel, hè. Wij zijn ook redelijk eenvoudig. Als blijkt bij verkiezingen dat de inwoner geen waarde hecht aan Heusden Transparant, ja, dan is het over en uit klaar. Zo simpel is het dan ook. Ja, maar goed, op dit moment wel het gevoel van zijnde de grootste oppositiepartij. Ja, dat zijn we. Ik hoop het ook te blijven. Het mag wat ons betreft ook nog veel groter worden. Want wij vinden wel dat dingen anders moeten hier. Maar hoor ik je nou zeggen, ik hoop dat wij de grootste oppositiepartij blijven, of hoop je verantwoordelijkheid te kunnen gaan nemen in de gemeenteraad? Ja, dat laatste natuurlijk heel graag zelfs. Ja, ja. Maar bij ons heeft wel alles een prijs natuurlijk. Ja. Wij hebben bepaalde standpunten waar we echt niet van af kunnen. Er zullen dossiers zijn waar we water bij de wijn willen doen. Mm-hmm. Maar vooralsnog willen we wel het idee hebben dat het ook serieus gemeend is als men ons bij een coalitievorming wil betrekken. En niet voor het oog van het kerkvolk zeggen wij nodigen Heusden Transparant uit, terwijl je op je klompen kunt aanvoelen dat het volstrekt zinloos is. Want dan... Dan hoeven ze ons ook gewoon niet te vragen. Zo simpel is het, hoor. Oké, als ik het vorige stukje een beetje mag samenvatten. Misschien hoor ik wel Jan zeggen, niet lullen, maar poetsen. Misschien een term waar we naar de volgende muziek nog eventjes op door kunnen gaan. Jan, wat heb jij met U2? Ja, U2. Ik heb idioot veel muziek. Gewoon dit soort muziek. Maar ik heb alles van Mozart, alles van Bach, alles van Beethoven. Heel veel van Mendelssohn. Ja. Maar ook alles van U2, Snow Patrol, Queen, Beatles. Verzin het maar. Niet alles verraden wat eraan komt, hè? Nee. Vandaar dat ik de klassiek van zit vandaag niet tussen. Nee, ik ben gewoon helemaal gek op muziek. Televisie geef ik eigenlijk geen bal om. Als mijn vrouw thuis is, dan zal de televisie aanstaan. En als ik thuis ben, is de televisie niet aan. En dan draai ik muziek. Ik, en U2, ja, die hebben een aantal nummers die mij buitengewoon intrigeren. Bloody Sunday en zo zijn er meer van die dingetjes. Maar ik vind gewoon, het ligt lekker in mijn oren, laat ik het zo maar zeggen. Liefde maakt blind, hè? De vertaling van Love is Blindness. Is dat op jou van toepassing? Ik denk als je echt verliefd bent, dat je ook blind bent. Ja. En op zich is dat hartstikke goed, want dan zie je soms ook dingen die je eigenlijk beter niet kunt zien of zou willen zien. Die zie je dan ook niet, omdat je gewoon stapelgek op iemand bent. En daar heb ik dan al bijna 50 jaar last van, dus ik vind het niet erg. Hier is U2. Bob Dylan, Sting en zojuist U2. Wij horen de bijzonder gevarieerde smaak van Jan Kleijan, hoofdgast tot de klok van 12 uur namens de partij Heusden Transparant in het programma Stembureau Heusden. Wij gaan langzamerhand een beetje van algemeen naar bijzonder, van de helikopterview gaan we langzamerhand in de lokale politiek terechtkomen. Heel algemeen, en daarna zullen we uiteraard wat onderwerpen die hier spelen de revue laten passeren. Jan, wat is wat jou betreft een top 3 om van de gemeente Heusden een nog mooiere, een nog betere gemeente te maken? Zorgen dat die inwoners van Heusden die graag zelf een woning willen hebben, huur of koop, die kunnen krijgen. Ook voor mijzelf persoonlijk en ook voor Heusden Transparant is dat iedere inwoner gelijk behandeld wordt. Dus een jongere die graag een standplaats wil hebben op een woonwagenkampje moet wat ons betreft dezelfde kansen en dezelfde rechten hebben dan de jongere die een huurwoning wil. En goed onderwijs, goede gebouwen voor onderwijs, goede ventilatie in die scholen, dat speelt natuurlijk heel erg. En bovenal gewoon meer luisteren naar inwoners en inwoners meer betrekken bij alles wat er gebeurt. En of het dan over een zonneveld gaat en over een windpark, het maakt niet uit. Maar dan ook bij de evaluatie hoe die dingen gelopen zijn.
ik pik er één ding uit. Gelijke behandeling. Dat is natuurlijk, je loopt het risico als je twee woordjes opschrijft en die gaat uitvergroten dat je de nuance mist. Maar desalniettemin. Constateer je dan dat op dit moment mensen binnen de gemeente Heusden niet gelijk behandeld worden? Nou, op dat punt waar ik op doel, standplaatsen, is dat inderdaad zo. In 2018 is de gemeente Heusden, of heeft het college van de rechten van de mens geconstateerd dat Heusden discrimineert als het gaat over mensen die woonwagenbewoners, laat ik het zomaar plat zeggen. En op dit moment, als een jongen of een meisje zich willen inschrijven voor een woning, dan melden ze zich aan bij woonvesten, worden ingeschreven, betalen. En gemiddeld genomen na 8 jaar hebben ze een woning. Als een jongen of een meisje die geboren is op een woonwagenkampje, laat ik het dan zo, maar het klinkt niet zo leuk, maar ik bedoel het wel leuk. Mm-hmm. Daar geboren zijn en die willen graag op een woonwagenkampje wonen. Dan is er geen registratie, er is geen wachtlijst. En ja, kort gesteld komt erop neer dat ze moeten wachten tot pa of ma dood zijn of opa en oma. En dan komt er één plekje vrij. Okay. En dat is niet zoals ik vind dat je inwoners van Heusden behandelt. Allemaal hetzelfde. En als er kampjes bij moeten komen, ja, dan komen ze er maar bij. Prima. En alle argumenten die worden aangevoerd snijden bij ons geen hout. Die mensen verschillen doorsnee niet van de doorsnee Heusdenaar in de hele gemeente. Als je de afgelopen 4 jaar bekijkt, dan zit je natuurlijk in de oppositie en dan heb je een andere positie dan wanneer je dus inderdaad de medeverantwoordelijkheid draagt. Waar ben jij, waar is Heusden Transparant het meest trots op de afgelopen 4 jaar als het gaat om het meehelpen realiseren van dingen? Nou, die rol is heel beperkt in die zin dat de coalitie toch vaak onderling wel doet. Maar met name Louise, die heeft zich de afgelopen jaren heel sterk gemaakt voor meer kansen voor jongeren als het gaat over wonen. Louise is al jaren pleitbezorger voor het invoeren van een antispeculatiebeding. Het invoeren van een zelfbewoningsplicht. Starterswoningen voor een redelijke prijs en niet €350.000. Meer sociale huurwoningen. En dat is wat nu eigenlijk later dan weer via een andere partij die in de coalitie zit opkomt en dan gebeurt er iets mee. En ja, daar hebben wij ons heel erg druk over gemaakt. Maar wij hebben ook ons heel druk gemaakt en gelukkig is dat gerealiseerd. Voorlopig komen er geen windparken, want wij vinden dat heel moeilijk. Wij kunnen hier in die gemeentezaal makkelijk zeggen van nou zet er maar daarheen neer en daarheen neer. Mm-hmm. Het gros woont hier in een kern en die weten dat ze dat ding nooit binnen 5-6 kilometer van de deur krijgen. En waar ze wel komen, die mensen die spelen eigenlijk een hele beperkte rol in het hele proces. Mijn excuses voor de volgende clichématige vraag, maar als heel Nederland zou zeggen prima, maar niet bij ons in de achtertuin, wat doen wij dan aan het energieprobleem? Ik denk dat je die dingen, we staan aan het prille begin en wij willen al in inhaalslag eigenlijk nu al maken van de afgelopen jaren, terwijl de techniek en de onderliggende infra die je moet hebben volstrekt niet geschikt is om datgene wat we allemaal willen te doen. Kijk maar naar de problemen die zijn rondom het stroomnet in heel Nederland. Er zijn hele dingen waar je gewoon werkelijk, hier, we hebben een zonnepark, 2023 op z'n vroegst kan het worden aangesloten. Komt er nog geen bij, geldt hetzelfde. Een windpark, vergeet het maar. Je zet ze maar neer, die dingen. Ze kunnen nergens op aangesloten worden. En dat is wel het manco wat ook hier in de gemeente speelt. We willen van alles, maar het heeft alleen zin als je dat ook op een zinvolle manier kunt gebeuren. Dan wel gebruiken voor een kern, dan wel aan het net terugleveren. En als je dat niet kunt, kun je van alles willen, maar doe het eens tijdsvolgordelijk en met een beetje meer planning en inzicht. Kijk, internationaal gezien staan we met 3-0 achter en ik hoor jou zeggen, wij moeten niet eens opeens met 2-0 voor willen staan. Ja, maar dat is wel het verhaal natuurlijk van een aantal politieke partijen. Die willen als kan 100 kilometer vooruit lopen. Mm-hmm. Bij ons ontstaat soms het beeld van een tamboumeter die ongeveer in de Alpen loopt, terwijl de kapel zelf net in Luxemburg is. Ja, ja. Je maakt gebruik van mooie beelden, Jan. Dat mag ik wel. Ik hoorde jou net iets zeggen over woningbouw. In het volgende uur leg ik jou een aantal dilemma's voor. En ik zal alvast verklappen dat één dilemma heeft met woningbouw te maken. Maar dat is voor het volgende uur. Ik heb nu op mijn lijstje staan Monsters. Ja, mooi lied. Indrukwekkend. Betekenisvol. Hartstikke goed. Schitterende stem, hè?
Schitterende stem. Ja. Zelfs Jan heeft er twee uitgekozen van deze artiest. En nou, als de tijd genoeg over is. Maar ja, goed, Jan is een begenadigd spreker. Dus ik weet niet of we er nog aan toe zullen komen. Maar hij staat in ieder geval wel op zijn lijst. Ik weet niet, Jan, of jij vorige week geluisterd hebt. Toen GroenLinks-PvdA-combinatie hier te gast was. En ja, er zijn in het format van het programma in uur 1 hebben we een aantal quizvragen. En in uur 2 hebben we een aantal dilemma's. Daar had ik juist net al iets kort over gezegd. Nou is het zo dat, ik zal je vast een beetje informatie daarover geven. Vorige week hadden de dame heer van de 6 vragen hadden er 4 goed. Zij waren met z'n tweeën. Zij kregen 1 minuut de tijd om een aantal vragen te beantwoorden. Jij krijgt 1,5 minuut. Beste luisteraars, waarom maak ik verschil? Een van de vragen die ik ga stellen betreft behelst een opsommingsvraag. En daar is nu eenmaal wat meer tijd voor nodig dan alleen ja of nee. Dus vandaar. Leo die houdt een beetje de tijd in de gaten. En wij gaan nu beginnen. Jan, noem 3 partijen die bij de laatste landelijke verkiezingen voor het eerst in de Tweede Kamer zijn gekomen. Bij 1, ja 21, Volt. Hartstikke goed. Noem behalve Vestingstad nog een bijnaam van Heusden. Van de gemeente of van de vesting zelf? De vesting, ja. Dat zou ik niet weten. Ja, wordt ook wel Galeriestad of Maasstad genoemd. Oh, nou, prima. Nou, dan komt de opsommingsvraag. Welke kernen vormen gezamenlijk de gemeente Heusden? Drunen. Elshout, Doeveren, Heesbeen, Hedekhuizen, Heusden, Oud-Heusden, Herpt, Haarsteeg, Vlijmen, Nieuwkuik, Giersbergen misschien ook nog, ja, Vlieberg misschien ook nog. Nee, dat niet, ik heb ze allemaal genoemd, ze hadden net zo goed 1 minuut ervan kunnen maken, mooi. Hoeveel inwoners telt de totale gemeente Heusden? Volgens mij 45.005. Hartstikke goed. Wat ik van de week gelezen heb. Hoeveel zetels zijn er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te verdelen? 29. En het waren er 27. 27. Waarom? 2 meer omdat we boven de 45.000 zitten. Oké. Welk van de huidige partijen in de gemeenteraad hebben op dit moment 1 zetel? Dat is de lijst Thomas van Os. Dat is D66. Dat is de Partij van de Arbeid. Dat is GroenLinks. Daar zijn ze volgens mij. Dat klopt. Qua inwonertal, welke deelgemeente... Tijd, oké. Okay. Nou, alleen de vestingstad, Galeriestad Maasstad had je niet goed. In je eentje heb je 5 van de 6 vragen goed. Jan, mijn complimenten. Oh, dankjewel. Dus, ja. En die van mij ook. Ik had nog een reservevraag bijvoorbeeld, eventjes off the record. Door wie worden de leden van de Eerste Kamer gekozen? De Provinciale Staten. Ja, nee, daarom. Ik wil het gewoon eventjes geverifieerd zien. Hè? Dus je bent van alle markten thuis. Dus dat is heel mooi. Dat vind ik wel fijn dat je dat constateert. Goed. Nee, ik moet zeggen dat antwoorden dat perfect. Dus dat is mooi. Kijk even met een klein oog naar de klok. We hebben zometeen tijd nog voor 1 plaat. Maar Jan, ik geef je alvast. Dat doe ik het tweede uur aan het eind van het programma ook. We lopen zo'n beetje tegen het nieuws aan. Vertel eens in 1, 2, 3 zinnen. Waarom er straks bij de gemeenteraadsverkiezingen op Heusden transparant gestemd moet worden. Als je wilt hebben dat er naar jou geluisterd wordt. Als je er van mening bent dat elke inwoner serieus genomen moet worden. En als je van mening bent dat wat je wordt toegezegd of beloofd door een collegelid, dat het waar moet worden gemaakt. Als je dat wilt en die opvatting deelt, dan moet je vooral op Heusden transparant stemmen. Want dat zijn ook de doelen die wij voor ogen hebben. En als je dat niet doet, volgens de woorden van Jan, dan ben je misschien wel lost. En dat is de laatste bijdrage van Coldplay. Jan, waarom wil jij Coldplay laten horen? Coldplay, fantastische band. Gewoon een rete goed nummer, zo simpel. Oké, okay, komt-ie aan. I didn't get what I deserve. No better.
Applaus voor Coldplay. Wij zitten vlak voor het nieuws van 11 uur, maar we hebben nog eventjes de tijd. Jan, ik las vorige week, dat was toevallig dan na de uitzending van de twee gasten van vorige week, dat nogal wat gemeenteraadsleden zich bedreigd voelen in de maatschappij van tegenwoordig, maar dat ze toch het werk blijven doen. Ik heb niet de indruk het eerste uur, maar denk jij wel eens van, ik moet op mijn woorden letten, of als ik op internetsites kom, ik moet oppassen met het invullen van privégegevens. Wat doet dat met je, zo'n opmerking? Ik heb die enquête gehad, die is ook aan ons natuurlijk gesteld als raadslid. En ik heb die ervaring persoonlijk niet, maar ik kan me niet indenken dat iemand binnen onze partij die ervaring wel heeft op basis van zijn raadswerk. Hè? Kijk, je kunt ook werk hebben waaruit je vanuit het werk door mensen onheus bejegend wordt. Dat heb ik niet. En speelt het meer in de grote steden, schat je in? Nou, het kan ook wel heel lokaal zijn, hoor. Ik denk dat als je hier ook in Heusden een uitgesproken opvatting hebt, bijvoorbeeld over het stikstofbeleid, die gevolgen kan hebben voor agrariërs of anders, of mensen die een windmolen op 400 meter voor de deur krijgen, kan ik me indenken dat mensen daar heel boos over worden en raadsleden bijvoorbeeld onheus bejegenen. Dat zou goed kunnen. Ik vind het alleen te alle tijden ongepast, want je moet met elkaar in gesprek blijven, en op het moment dat de dreiging aankomt met fysiek geweld of anderszins, dan vind ik dat nooit passen. Daar los je ook nooit iets mee op. Maar ik weet niet of het hier speelt. Ik kan alleen voor onszelf praten. Helder. Wij gaan zo meteen in het tweede uur gaan wij verder. Radio HTR, 24 uur per dag. Dit is Stembureau Heusden. Het draait om de verkiezing van de politieke partij. Deze week de partij Heusden Transparant.
Bij ons in de studio nog steeds Jan Kleijan van Heusden Transparant. En ik, ja, het zal wel aan de hoofdgast liggen, maar in mijn beleving vliegt de tijd. En dat zal natuurlijk te maken hebben met het feit dat Jan een behoorlijke spraakwaterval is. Tot de klok van 12 uur is hij bij ons. En Jan, ik doe het nu even mijn ogen dicht. Ik probeer het een en ander in gedachten te visualiseren. Er is een raadsvergadering en het onderwerp is door jou te bepalen. Jij bent even zowel cameraman, dus zowel toeschouwer als hoofdrolspeler. Probeer de luisteraar eens mee te nemen in de interactie hoe zo'n vergadering verloopt. Ja, die wordt geregisseerd door de burgemeester. Als je het woord wilt hebben, dan moet je dat kenbaar maken. En nou, voor de rest wordt geacht stil te zijn. Er wordt natuurlijk, anders dan nu met het digitale, kun je dan ook nog zien hoe mensen eventueel non-verbaal reageren. Als je dat zo ziet en een paar vergaderingen volgt, constateer je dat het bijna altijd dezelfde mensen die het woord voeren. Er zijn ook mensen die het lukt om nu in een verkiezingsspotje meer te zeggen dan dat ze in de afgelopen 4 jaar in een raadsvergadering hebben gedaan. Mm-hmm. Ja, en heftig nee schudden als ze het er niet mee eens zijn, of ja schudden als ze het er wel mee eens zijn. En dan moet je beurt afwachten, mag je wat zeggen. En dan wordt dat geregisseerd en ja, dat is het. Er is er dan bijvoorbeeld een onderwerp woningbouw, waar we het in het eerste uur over hadden. En nou is er een andere cameraman die even op jou inzoomt. Wat kan zo'n camera dan allemaal waarnemen als Jan het woord krijgt? Als Jan het woord krijgt, dan zie je altijd toch, denk ik wel, een, ja, je kunt zeggen dat het emotie is, een stukje betrokkenheid. Als een onderwerp mij heel erg raakt, dan kun je dat aan mijn gezicht aflezen. Als iemand dan daarop reageert op een manier die mij niet aanstaat, kun je ook nog zien dat ik licht boos word. Probeer wel altijd netjes te blijven. Maar dat zie je. Maar je kunt ook een heel onverschillig gezicht zien die dat echt uitstraalt. Van, joh, je staat gewoon te leuteren, scheid eruit met die onzin. En benoem je dat dan ook? Als ik het woord daarna krijg, dan zeg ik, joh, ga ergens anders kletsen. Maar je wordt wel geacht omgangsvormen in acht te nemen. Dus je moet wel goed opletten. En dat snap ik ook, want anders wordt het wel een ordinair knokpartijtje. Dat ja, want ik, nogmaals, het zijn mijn woorden. Maar de hufterigheid die je sinds de komst van Wilders, en misschien was het ook al Jan Marijnissen die destijds al zei, even dimmen. Maar die zich in de Tweede Kamer steeds meer meester maakt, die hufterigheid. Daar is in de gemeenteraad Heusden gelukkig geen sprake van? Nee, gelukkig niet. Ik zou me daar ook volstrekt niet bij thuis voelen. En terecht. Absoluut. Niet, want terecht, ja. Het heeft niks meer met besturen te maken. Het is gewoon het willen maken van eigen politieke statements. En niet vanuit het oogpunt van kracht, maar vanuit het oogpunt van zwakte, vind ik. En als je heel erg betrokken bent bij een onderwerp, dan kan ik me voorstellen dat je de nuance wel eens kwijtraakt. Het lukt jou, Jan, om wanneer je die nuance verliest, om toch rationeel, redelijk en met respect voor de ander te blijven, aan het woord te blijven. Ja, dat klopt. En dan zou het slotwoord kunnen zijn van prima, dat is jouw mening, ik ben het er niet mee eens. Maar dan stopt het wel ongeveer. Dan moet het ook stoppen. En ik hoop, als ik het een keer niet doe, wat ik niet uitsluit, dan hoop ik dat die verstandige burgemeester van ons zegt, meneer Kleijan, nou is genoeg geweest. Je moet ze gewoon het woord afpakken. Klaar. Helder. Jan, wij begonnen het tweede uur met Snow Patrol. En we gaan zo meteen verder met Bastille. Dus even een nummer om af te kondigen qua motivatie en een nummer om aan te kondigen. Dus Snow Patrol en Bastille. Snow Patrol. Ja, eigenlijk is dat wel een passende tekst, vind ik, voor raadsleden. Misschien ook voor mezelf, om eens iets verder te kijken soms als dat je gewend bent om te kijken. Doe je ogen eens open en zorg ook dat je ogen open zijn voor dingen die je zelf misschien wel leuk vindt en andere mensen helemaal niet. Oké, dat was de plaat die we net gehoord hebben. Dat was de plaat die we hadden. En dan het andere nummer is Things We Lost in Fire van Bastille. Ja, dat is gewoon een heel mooi nummer van Bastille. Zo simpel is het gewoon. Kijk, zo kan het ook. Er zijn erbij die je leuk vindt en er zijn erbij die je kunt motiveren. Mooi. Komt-ie. Ja, wij bestormden eventjes de Bastille met Things We Lost in Fire. En dat was plaatkeuze nummer 7 van Jan Kleijan, die hier als vertegenwoordiger van Heusden Transparant nog steeds bij ons in de studio tot de klok van 12 uur aanwezig is. En hij nam ons net mee naar een denkbeeldige raadsvergadering. En een van de dingen die ik onthouden heb is van, wees in ieder geval duidelijk, maar zeg op een beleefde manier dat je het bijvoorbeeld niet met een ander eens bent. Maar zorg er wel voor dat de fatsoen ook
ja, een zeer belangrijke rol speelt. Jan, een aantal dilemma's. En nou ja, dat zijn een aantal keuzes die je moet maken. Een dilemma betekent natuurlijk al dat het zwart-wit is. Daarna komt echt die nuance, maar nu even met het mes op de keel word je geacht om een aantal keren een keuze te maken. Daar komt die. Het betreft hier woningbouw, daar hadden we het eerste uur al over. Je hebt de keuze of meer hoogbouw, minstens 4 hoog in de kernen, of uitbreiding van laagbouw in landbouwgebieden. Uitbreiding in landbouwgebieden. Uitbreiding in landbouwgebieden wordt vervolgd. Als het gaat over doorstroming van bestaande woningen, ben je het eens of oneens met de volgende uitspraak. Alleenstaande ouderen met een eensgezinswoning moeten plaatsmaken voor jonge gezinnen. Ben ik niet mee eens. Niet mee eens. De begroting is positief en er is geld over. Eenmalig kan er een bedrag besteed worden. Of meer geld naar HTR of naar de bibliotheek. HTR. Eens of... Nee, dat is, die heb ik laten veranderd. De juiste man op de juiste plaats of de juiste vrouw op de juiste plaats? Oh, dan moet ik kiezen. Het is even stil, luisteraars. Ja, de eerste keer. Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, doe maar vrouw. Doe maar vrouw. Oké, ik stel voor om 2 van jouw uitspraken nader onder de loep te nemen. Dan muziek en dan de andere 2. Jij koos heel sterk voor landbouwgebieden als het gaat om woninguitbreiding. Ja. Kun je de zwart-wit uitspraak enigszins vergrijzen? Nou, die kan ik makkelijk vergrijzen. Want wat bij mij bepalend is hoeveel lagen dat je op elkaar wilt zetten. En ik denk niet dat wij in de kern Drunen, in een landschappelijke kern Drunen of Vlijmen, gebouwen neer moeten zetten van 7, 8, 9 woonlagen. Zou dat tot 4 zijn, dan mogen het wat ons betreft veel en veel meer zijn. En dan zeg ik van, dan kunnen wij stukjes landbouwgebieden. We verkopen nu ook pachtgronden. Dus voor woningbouw. Dus ja, dan pak je maar wat extra en dan doe je daar die laagbouw maar. Maar hoogbouw mag. Maar 4 lagen is wel ongeveer het maximum. In een dorp wil je dorp blijven. Oké, dan de tweede uitspraak. Het ging over die doorstroming van de bestaande woningen. Nou had jij het in het vorige uur, nogmaals, ik ga nu appels met peren vergelijken, omdat de context heel anders was. Maar je had het over mensen die soms, jonge mensen die 8 jaar moeten wachten voordat ze een woning toegewezen kregen. Nu kies jij toch voor die oudere alleenstaande mensen in relatief grote woningen ten koste van die jonge gezinnen. Dat lijkt strijdig met wat je straks in een andere context zei. Nou, toen we zo straks over jongeren hadden, ging het over huurwoningen en over koopwoningen. Ja. En ik denk dat als je zeker in de huidige tijd kijkt naar een alleenstaande ouderen in een woning, dat die woning een zodanige prijs heeft dat die jongere nooit in staat is om die woning te kopen. Dus zeg je van alleenstaande zoveel mogelijk stimuleren om naar een kleinere woning te gaan, prima. Alleen dat heeft tal van knelpunten, want veel van die oudere mensen die zeggen, ja, ik heb mijn huis helemaal afgelost, ik heb bijna geen kosten. En dan ga ik naar iets en dan moet ik €500 huur betalen. Huursubsidie kan niet, want vaak hebben ze en pensioen en vermogen. Uh-huh. Dus ja, de oplossing lijkt heel makkelijk door te zeggen, doe die oudjes maar allemaal eruit knikkeren. Ja, dan heb je wel het probleem van de financiële kant van het verhaal. En zou ik mijn huis verkopen voor €350.000? Er is geen starter die zegt van, nou, ik lap wel even €350.000. Dat is het probleem wat erbij komt. Dus maar zoveel mogelijk betaalbaar koopwoningen en dan starterswoningen en sociale huurwoningen. Ben je nou niet bang dat je straks op 16 maart een hele hoop 65-plussers een rood kleurtje ziet maken voor een andere partij, Jan? Nee, ik zou niet weten waarom. Ik denk dat die mensen er eigenlijk ook zo in zitten. Mensen met een eigen woning. Los van het feit dat je mensen moet verplichten om überhaupt uit de woning weg te gaan. Dat kan sowieso niet. Het moet altijd een vrije keuze zijn. Je moet mensen zo enthousiast maken dat ze er zelf voor kiezen om kleiner te gaan wonen en eventueel afstand te nemen van de bestaande woning. Nou, ik vind de zwart-wit uitspraak door jou perfect genuanceerd. En we hadden het in het vorige uur, we gaan namelijk even muzikaal verder, dat liefde blind kan maken, maar liefde kan blijkbaar ook pijn doen volgens Emmylou Harris. Ja, Emmylou Harris, je kunt ze horen met Neil Young. Het maakt niet uit of alleen, maar ik vind het gewoon een meesterlijk nummer. Het is ook door heel veel artiesten gezongen, maar ik vind dat zij het allermooiste doet. Ja, een beetje country type is het, hè, Emmylou Harris. Ja. Kom samen met Lover. Dit is HTR. Dit is Stembureau Heusden.
Ja, u hoorde Emmanuel Harris. We hebben een veelzijdige man in de studio die talloze takken van politieke sport beoefent. En ook uit zijn muziekkeuze blijkt dat het zeer gevarieerd is. Wij hadden het over dilemma's en natuurlijk een onderwerp dat ook ons persoonlijk aangaat. Namelijk als het gaat om informatieverschaffing. Dan hebben wij natuurlijk te maken met de lokale omroep of met de bibliotheek. En Jan, jij koos heel duidelijk voor geld naar de HTR. Stel dat jij volgende week een lezing in de bibliotheek hebt. Dan zou je ook zeggen HTR als je dezelfde vraag gesteld zou krijgen. Ja, dan maakt mij... Ligt toe. Daar liggen wij niet wakker van. Maar dan kunnen wij dan in ieder geval registreren als HTR zijn. Dat moet je ook vooral opschrijven. Ja, precies. Je moet wel dan datgene gaan doen waarvoor je geacht wordt te zijn. Dus televisie en radio op de kernen gericht. En als ik kijk naar... Kijk, het gaat ook in verhouding tot... Hè, hoeveel geld gaat er naar de bibliotheek en hoeveel geld gaat er naar HTR? Nou, dan constateer ik simpelweg maar ongeveer dat het 20-voudige naar de bibliotheek gaat. En als je dan kijkt, dan gaat het over een paar hoofdgebouwen, terwijl het in kernen veel minder is. Het zou anders kunnen. Nu wordt hij ook nog eens een keer gaat hij naar de voorste venne toe. Dus dan mag er weer een miljoentje of zo bij om dat te realiseren. En ik vind een lokale omroep, ja, je krijgt nu dadelijk 50.000 euro. Ik vraag me echt wel eens af, ben je überhaupt dan wel in staat met al die vrijwilligers om die kwaliteit te leveren die de politiek dan tegelijkertijd wel eist van een omroep? Ja. En dan denk ik dat 50.000 euro aan de krappe kant is. Jij wist uit je hoofd te zeggen van de bibliotheek krijgt zoveel meer dan. Is het voor een politicus belangrijk om die parate kennis echt, die feitenkennis echt paraat te hebben, of als je maar weet waar je het op kunt zoeken? Nou, je kunt niet alles weten, dus je moet heel veel opzoeken. Maar ik vind wel dat je een bepaalde hoeveelheid parate kennis moet hebben. Want anders kun je nooit alert reageren in een discussie natuurlijk. Want ik kan niet zeggen tegen een voorzitter van... Sorry, ik moet eventjes kijken in het document hoeveel dat... Nee. Ja, goede voorbereiding ook. Dat... Je moet je goed voorbereiden, maar... Ja, dat zijn toch bedragen die als je een aantal jaren in de politiek zit... En er zitten weinig nieuwelingen in de politiek. Er zitten erbij, die zitten er volgens mij al 150 jaar in... Nou, die mogen onderhand wel weten wat er aan een bibliotheek wordt uitgegeven aan een lokale omroep of cultuurdingetjes of zo, hoor. Ja. Tenminste, dat vinden wij, laat ik het zo zeggen. Nou is het, als het om jouw keus ging bij het laatste dilemma, Heuze Transparant heeft dus in Louise van der Heijden een vrouwelijke lijsttrekker. Jouw keus was na enig aarzelen van de juiste vrouw op de juiste plaats. Je mag even toelichten hoe je die man-vrouw verhouding ziet. Nee, ik heb helemaal niks met man-vrouw verhoudingen. Ik vind gewoon, je gaat primair voor de kwaliteit van mensen. Wat heb ik aan een man die er geen balkenbrei van kan maken? Net zoveel als een vrouw die er geen balkenbrei van kan maken. Dat een vrouw of de aanwezigheid van een man een toegevoegde waarde kan hebben, al zou het maar zijn in omgangsvormen en spraakgebruik, vind ik allemaal prima. En een slimme vrouw is fantastisch, die kun je niet genoeg hebben. Maar kiezen tussen man en vrouw, nou dat ligt niet in mijn aard. Het maakt niet uit, als het maar goed is. Zo simpel is het. Als je een bepaalde groep mannen bij elkaar hebt. Ik heb vorige week dan naar de eerste uitzendingen geluisterd. Dat 2014 of zo, zeg ik even uit mijn hoofd. Toen was het aantal vrouwen in de gemeenteraad, dat nam aanzienlijk toe vergeleken met de periode daarvoor. Wat kunnen zij puur op basis van geslacht... in een vergadering betekenen? Wordt er minder hard gesproken? Wordt er meer geroddeld? Wordt er meer op omgangsvormen waar je het net over had gelet? Ja, de omgangsvormen enerzijds, maar ik denk ook wel... Ik denk dat ik gerust kan zeggen dat ik anders communiceer als er vrouwen bij zijn dan wanneer dat je met een paar mannen met een pot bier zit. En dan kan iedereen zeggen, ja, dat is niet zo. Dat is onzin. Dat doe je wel. Dus ik hou rekening met de mensen in mijn omgeving, want het is nooit mijn bedoeling om mensen te kwetsen. En als je nooit mensen wilt kwetsen, hou je ook altijd rekening met mensen, ongeacht of het een man of een vrouw is. Dus als er vrouwen in de buurt zijn, zeg je bepaalde dingen misschien niet of anders, als wanneer dat ze er niet zijn, of wel. Oké. Nou, duidelijk. Nogmaals. Maar ze zijn me allemaal even lief, hoor. Vrouwen en mannen, ik vind het allemaal fantastisch. Ja, ja. Voor hetzelfde geld had jij op plaats 1 kunnen staan? Nee, die behoefte heb ik niet, hoor. Ligt toe? Nee. Een jonger iemand, dat is prima. Okay. Dat gaat bij mij nog veel meer voor het man en vrouw zijn. Ik ben heel blij dat wij ook een Rob Didde bij ons op de lijst hebben staan. Dan mag ik dan zeggen, een piepjonge man. Goed opgeleid en die wil nou ook wat. Fantastisch. Ik bedoel, Frans en ik zijn wat ouder dan gemiddeld, laat ik het zo maar zeggen. Ik zou... Laat ze maar komen, die jonge mensen. Heel, heel fijn, heel leuk. Ja, volgens mij is de best of both worlds. Enthousiasme en ervaring. Ja, de twee klopt. A's maar wel wat willen doen. En niet gewoon als stemvee
ergens gebruiken. Dat moet ook niet. Okay. Moeten helden worden, denk ik, hè? Zeker. Helden. Ja. Heroes. Ja, zeker. Want dat is de volgende inderdaad, de jaren 70. David Bowie, jij zegt in de voorbespreking, Jan, van ik had wel heel veel nummers kunnen kiezen. Wat heb jij met David Bowie? Ja, het is gewoon een icoon in de tijd. Heel veel variatie in zijn muziek. Heroes, China Girl, verzin het maar. Allemaal even mooi. Dus ja, dan moet je kiezen. Ik mocht geen 40 liedjes aanleveren bij jullie, want ik moest praten. Dus nou ja, dan is deze het maar geworden. Kiezen is een beetje verliezen. Hier is David Bowie met Heroes. Die Heroes, u hoorde David Bowie. Een van de vele stijlen die hij beoefend heeft. Dit was uit de jaren 70, schat ik. Jan, je bent nog zo'n beetje 20 minuten bij ons te gast. Time flies when you're having fun en dat soort zaken. Ik ga eventjes anticiperen op half maart. Er komt een bepaalde verkiezingsuitslag uit de bussen gerold zometeen. En Heuze Transparant wordt een serieuze kandidaat om rekening mee te houden om een coalitie te vormen. Ik had het straks op een andere manier over speerpunten, maar wat zijn wat jou betreft de eerste dingen die aangepakt moeten gaan worden? Eigenlijk, dat klinkt niet vriendelijk, maar eigenlijk toch wel een aantal punten die ook in het huidige coalitieakkoord waar ze nu mee bezig zijn, genoemd stonden. Mm-hmm. Niet gerealiseerd zijn. Ze staan ook in de komende verkiezingsprogramma weer van dezelfde partijen. Maar dan gaat het inderdaad wel over woningen. Het gaat over verkeer. Het gaat over klimaat. Het gaat over scholing, schoolgebouwen. Dus ja, dat zijn de onderwerpen. En gezondheid boven alles. Want kijk, we krijgen nu dat plan De Grassen. En we hebben er al een paar keer aandacht voor gevraagd. Maar dat hele plan ligt wel binnen de 2 kilometer van een agrarisch bedrijf. Waarvan de GGD en het RIVM hebben bepaald dat binnen die straal er wel gezondheidsrisico's zijn. En ja, daar moet je wel aandacht voor hebben. Je wilt niet hebben dat een bepaald deel van de bevolking 30% meer kans op longaandoeningen heeft. Nee, precies. We horen gisteren weer nieuwe verhalen daar over een wijk aan zee bij Taterstiel. En dat moet je niet willen in deze gemeente. We hebben het al behoorlijk vaak over woningen gehad. Ik hoorde jou verkeer noemen. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Welke onderdelen met name? Nou ja, dat gemeentelijk verkeer en vervoersplan, wat een uitvloeisel moet zijn van het GOL. En dat is natuurlijk het afgelopen jaar een hele discussie geweest. Met name de inwoners op de Vlaamse Hoeve die zich niet gehoord voelen. En verweer voelen. En ja, zij vinden, kijk, het probleem met het GOL is, en ook de uitvloeiing daarvan, dat de politiek in het verleden dat maar bij de provincie heeft neergedumpt. Dus eigenlijk, als je het over het GOL hebt en de uitvloeiselen van het GOL, kom je bijna altijd bij de provincie uit en nooit bij de gemeente uit. Precies. En dat vind ik het nou bijna misselijkmakende. Die mensen die zeggen van ja, maar hoe zit het met de luchtkwaliteit bij ons in de straat? En dan zeggen ze ja, maar er zijn metingen gedaan. En dan blijkt uiteindelijk dat die metingen redelijk grofmazig zijn en niet altijd een even goede uitkomst of de juiste uitkomst hebben voor straten. En als je daar niks mee doet, ja, dan krijg je van die gedrochten dat je door de Vlaamse Hoeve niet rechtsaf naar het centrum moet slaan, maar eerst linksaf en dan nog honderden meters om moet rijden om in het centrum te komen. En dan denk ik van ja, van de ene kant roepen we luchtvervuiling, klimaat, duurzaamheid, heel de mikmak meer. Maar we gaan nou een plannetje maken om te zorgen dat elke auto minimaal 500 meter om moet rijden. En die samenhang die gaat, ja, dan raak ik lost. Om het zo maar te zeggen. Dan kan ik dat niet meer volgen. Ja. Maar de mensen die het betreft, die hebben daar echt buikpijn van. En ook die mensen zeggen van ja, wij zijn een roepende in de woestijn. Dus dat is het probleem met het verkeer. En dat is heel moeilijk. Je kunt wel van straten één richting verkeer maken. Maar kijk, mens eigen is van not in my backyard. Je mag alles doen, maar niet bij mij in de straat. Getuigen die windmolens bijvoorbeeld. Ja. Maar dat zal wel moeten. Want als dadelijk, als alles gerealiseerd is en je kunt de gemeente binnenkomen aan de zuidkant van de Catharinestraat en aan de noordkant via de Mommensteeg of Vijfhoevelaan, ja, hoe je het went of keert, het gaat ergens natuurlijk spaak lopen. Ja, je hoort. En ik zeg niet dat het makkelijk is. Het is een uitdaging en ik weet niet of het de juiste ideale oplossing wel is. Maar geef mensen dan wel het gevoel dat je meer dan je stinkende best hebt gedaan om de beste uitkomst te vinden. Ja. Grootschaligheid, kleinschaligheid, provincie, gemeente. Laten we even kijken. De huidige gemeente Heuze bestaat sinds 1997. Dat is inmiddels 25 jaar geleden. Een kwart eeuw, een grote gemeente Heuze, zeg maar.
Had het voor jou niet gehoeven destijds? Die samenvoeging van die gemeentes? Ja. Ja, ik denk als je een bepaalde mate van professionaliteit wilt hebben, dat je er niet aan ontkomt. Mm-hmm. Waar ik me wel op dit moment veel meer zorgen over maak, is dat wij zijn naar een vorm van decentralisatie gegaan. En eigenlijk zie je op dit moment een traject van recentralisatie. En dat is in de richting van die regionale samenwerking. Ja. Jeugdzorg regionaal. Woonservice regionaal. Standplaatsenbeleid regionaal. Veiligheid regionaal. Omgevingsdienst regionaal. En dan constateer je het of juich je nee, toe? Dat is. Nou, ik denk dat als je zover bent, doe dan de stap en zeg van, joh, luister, we stoppen met de regio Hart van Brabant en we maken de stad Hart van Brabant. Als je dat dan toch echt wilt. En als je het niet wilt, dan moet je het ook op een andere manier invullen. Ja, ja. Maar het is nu hinken op twee gedachten. We doen het regionaal. Maar waar blijft die betrokkenheid van die inwoner dan? Ik bedoel, als je regio Hart van Brabant, Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk, Heusden, veeg het allemaal maar op een hoop. Hoe wil jij als bestuur, regionaal bestuur, überhaupt een band houden met degene waar het over gaat? Hoor ik jou zeggen, durf keuzes te maken? Ja, gewoon keuzes maken, ja. En anders dan toch zoveel mogelijk decentraal in de regio. Imagine dat we het toch allemaal zouden doen zoals Jan het heel graag ziet. John Lennon, vertel eens. Ja, nou, Imagine, John Lennon, ja, een van de Beatles, meesterlijk gewoon, ook als solo-artiest. En Imagine, ja, stel je voor. Komt-ie. Ja, daar moeten we wel naartoe, denk ik, hè? Dit is alweer 51 jaar geleden, Leo, ja. Dat dit een hit was. Ja, ik was nog jong. Ja, ik was ook nog een stuk jonger. Dus dat kun je inderdaad wel stellen. Maar dat was dan ook die bed-in of zo in een hotel in, volgens mij in Montreal in Canada, met Yoko Ono, met Give Peace a Chance. Dat was allemaal zo'n beetje dezelfde periode. Hoe beleefde jij, Jan, dit nummer als, nou, ik heb jou straks aangekondigd als zijnde geboren in de eerste helft van de jaren 50. Hoe beleefde jij dit nummer als late tiener? Ja, dat was wel een heel afwijkend nummer van datgene waar we eigenlijk tot die tijd gewend waren. Ja. Met Yoko Ono en de Plastic Ono Band. John Lennon bij de Beatles. Beatles was iets anders als, ja, het was een beetje, ja, vrijgevochten. Ook met die bed in Amsterdam, ja. Dat was toch wel redelijk schokkend dat je een artiest gewoon in een bed zag met een vrouw. En ja, precies waar je 50 jaar geleden kregen we het anders tegen, ja, dingen, ja, anders, ja, tegenwoordig. Ja, tuurlijk. Nou is het heel normaal, hè? Ja, ja, zeker. Jan, in het vorige gedeelte, jij noemde een aantal zaken zeer expliciet en daar wil ik het nu ook nog even over hebben. Als het gaat om en scholing en om gezondheid in die volgorde. Wat hoop jij dat er tussen nu en 2026 op die gebieden gerealiseerd zal zijn? Nou, waar het over gaat, op dit moment met die corona-ellende en... Let op, er komt gegarandeerd weer zoiets, want hiervoor hadden we SARS, dus er komt nog wel iets. Mm-hmm. En dan blijkt de luchtkwaliteit in schoolgebouwen buitengewoon belangrijk te zijn. Ja. Dus ik vind dat het voorzien van alle schoolgebouwen van een gedegen luchtkwaliteitssysteem vind ik van eminent belang. Het gaat over gezondheid met vergaande gevolgen ook richting gezinnen. Daarnaast hebben wij een aantal schoolgebouwen die antiek zijn, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Dan wel in fases gebouwd zijn, pak het doeltrement. En ik vind, ja, je kunt dan ook een slag maken door te zeggen van prima, het doeltrement, aan de overkant moet iets komen. Zet het doeltrement aan de andere kant van de weg neer, bouw dat helemaal nieuw. De plek die vrijkomt, zet daar de andere school op. Wat overblijft, trekt dat bij de woonwijk. Maar primair kwaliteit. En dan wel voor die vormen van onderwijs die we op dit moment ook hebben. En ja, wat altijd een probleem blijft natuurlijk, dat zie je ook in de kern. Dadelijk zit het overgrote deel van de jonge mensen zit op de grassen. En dan kun je wel zeggen, dan zetten we daar een school neer. Maar dat impliceert wel dat als in de, zeg maar in het centrum van Vlijmen een bepaalde mate van verjonging plaatsvindt van gezinnen. Want op een moment zie je vanzelf dat oudere mensen overlijden, komen jongere mensen te wonen, die hebben kinderen. Ja, je moet je dan ook afvragen of je het wel eigenlijk acceptabel vindt dat een kind wat op de Akkerstraat woont, op zijn fietsje naar ongeveer richting Hongerenburgweg moet. In die andere wijk waar dan weer die school is. Ja, ja. Dus scholen, het is altijd moeilijk om op de juiste plek, maar bovenal kwaliteit, goede huisvesting van scholen voor het onderwijs en personeel, maar bovenal ook voor de leerlingen die erin zitten. In een goede gezondheid, met goed geventileerde gebouwen. Dat is het allerbelangrijkste, ja. En die gezondheid is natuurlijk het bruggetje naar het onderwerp gezondheid, dat je ook expliciet hebt vermeld. Ja, dat is... Het is een gegeven dat op een moment is de Q-koorts gekomen en is er nadrukkelijk gekeken naar de consequenties van veehouderijen. En daar blijkt uit onderzoeken van het RIVM, en ik ga ervan uit dat een aantal mensen heel erg boos over worden, maar ik heb niks tegen boeren. Maar gezondheid is
voor ons het allerbelangrijkste. Als je een woonwijk inricht, dan moet je zorgen dat dat een veilige en gezonde leefomgeving is. En ik heb vrij recent nog aandacht gevraagd voor het feit dat als het in het masterplan Grassen ging het over gezondheid. En dan hebben ze het over hittestress, wateroverlast, watertekort, al die dingen meer. Maar dat plan, dat ligt binnen 2 kilometer van een geitenboerderij. Nou, ik hoef niet uit te leggen wat de geitenboerderijen, wat in het verleden een probleem is geweest. Uit dat onderzoek blijkt dat als je op een bepaalde afstand woont, dat het risico op bijvoorbeeld longontsteking 30% groter is. En ik heb gezegd van, kijk daar nou goed naar, betrek dat bij, vraag advies van de GGD in het hele plan om tot het bestemmingsplan te komen en kijk of het wel past om, ik noem maar een voorbeeld, een gezondheidscentrum net aan de andere kant van de Vlijmse dijk te leggen. Of misschien verder naar het westen. Geldt ook voor de school. Moet je een school bouwen, is het verstandig om een school binnen 500 meter van een bedrijf te bouwen? Of kun je beter naar de andere kant gaan? Of moet je het misschien helemaal niet? Of moet je misschien wel zeggen van, beste meneer de agrariër met uw beestjes, wij hebben voor u een hele mooie plaats daar en daar in de gemeente, op ruime afstand van woonkernen. Maar hoor ik jou zeggen, Jan, want je komt met hele valide redenen om te zeggen van niet hier. Hoor ik je dan zeggen niet hier, iets verder weg of niet hier en nergens in Nederland? Nee, absoluut niet. Wij kunnen niet zonder boeren. Zo simpel is het precies. Gewoon. Maar daar wordt heel veel honger lijden. Nee, ik heb helemaal niks tegen agrariërs. Sterker nog, ik vind dat je als gemeente de plicht hebt om die agrariër te helpen om zijn bedrijf voor te zetten op een plek die, waar hij goed zijn bedrijf kan voeren, maar waar ook de veiligheid van omwonenden is gewaarborgd. En wat wij nu eigenlijk hebben is dat op een moment de bewoners van Victoria en van de Grassen die al grond hadden gekocht een brief krijgen van de gemeente. Ja, sorry, let wel op, u woont binnen 2 kilometer van een agrarisch bedrijf. Maar kun jij dan een plek noemen waar wel gezond geboerd kan worden in de regio? Als jij 2 kilometer van een woonkern af zit. Kijk, je bouwt nou een nieuwbouwwijk in de buurt, hè? Ja, er zitten financiële belangen aan, dat snap ik ook wel. Ja. Als daar niet gebouwd wordt, dan hebben ze misschien voor 80, 90 miljoen euro grond liggen waar ze niks meer mee kunnen. Maar wat is dan belangrijker? Ja. De gezondheid van inwoners of het geld? Nou, hou deze even vast, Jan, want dadelijk komt jouw slotbetoog. En ik heb nog zoveel vragen, maar we hebben ook het klokje van gehoorzaamheid. En jij wilde per se nog de 2e keer dezelfde artiest, James Blunt, laten horen. En dat jij zegt die in ieder geval. Nou, dan is dat wel een toelichting waard. Nou ja, het is een heel treffend nummer. James Blunt is oorlogsveteraan. Die is veteraan. Is in Kosovo geweest. En de titel If Time is All I Have is heel tekenend voor een militair. Zeker in operationele omstandigheden is tijd het allerbelangrijkste of je dat wel of niet hebt. En ja, ik vind het gewoon een fantastisch mooi nummer en het raakt mij dan omdat het gerelateerd is aan veteranen. Een mooi lied door een zanger met ook een schitterende stem, James Blunt. If time is all I have, zegt hij terwijl we tegen de klok van 12 lopen. Ik had het u beloofd en dat maakt deel uit van het programma dat Jan zo meteen nog een platform krijgt om te zeggen waarom de kiezers half maart op Heuze Transparant moeten gaan stemmen. Ik wil eventjes alvast afsluiten, want ik wil hem niet te vaak gaan onderbreken. Als ik dit een beetje moet samenvatten, dan komt het hart bij mij bovendrijven. En ik ga dat even toelichten. Jan die maakt van zijn hart geen moordkuil. Hij heeft volgens mij het hart op de juiste plaats. Maar als je een beetje doorvraagt, heeft hij ook een klein hartje. Jan, dank je dat je in de studio was. Ik vond het zeer aangenaam om kennis met je gemaakt te hebben en doorgebabbeld te hebben over verschillende politieke onderwerpen. En het eind van de uitzending is geheel voor jou. Nou ja, dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Is voor mij de eerste keer hier. Ik heb dat in het verleden wel op andere plaatsen gedaan. Waarom mensen op Heuze Transparant moeten stemmen, volgens mij, is louter van het, los van het feit dat ik daar op een lijst sta, dat maakt geen bal uit. Maar als je vindt dat je als inwoner gehoord moet worden, als je vindt dat je om belangen gewogen moeten worden tegen belangen die de overheid of een ander deel van de gemeenschap heeft, dat die wel meegenomen moeten worden. Als je vindt dat je iets in moet kunnen brengen als het gaat over een zonnepark, een windpark, een verkeersplan bij jou in de buurt en je moet serieus genomen worden, dan vind je bij ons een partij die dat van harte onderschrijft, omdat het tot nu toe veel te veel over mensen wordt gepraat in plaats van met mensen. En dat laatste is essentieel. Ze kunnen niet allemaal hun zin krijgen. Dat kan ook niet, want er zullen ook dingen zijn die afgewogen moeten worden. Maar luisteren naar mensen is het minste wat je kunt doen. En wij streven ernaar om dat te alle tijden te doen, mits eisen en wensen redelijk zijn en passen binnen het totale plaatje. Oké, Lea, hoeveel tijd hebben we nog?
We gaan nog een stukje Old and Wise doen en dan ga ik daar even met de tune afsluiten. Ik vond het ook heel aangenaam. Okay. Hartelijk dank Jan, het ga je goed. Graag gedaan. Zover Stembureau Heusden, waarbij het draait om de verkiezing van de politieke partij. Het is uw stem die telt, 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 die telt.